Maar goed, dat vind ik juist ook wel weer leuk aan dit soort reisjes. Beste reizigers, goedemorgen. Vandaag heb ik me niet verslapen. Dus op weg naar het ontbijt. Een van de dingen die hier in de lokale cultuur past, is om buiten te eten en te drinken. En vooral buiten koffie te drinken. Er zijn dus ook allerlei koffietentjes. Met name in het park. Of op andere druk bezochte plekken. Dus daar ga ik maar eens naar op zoek. En er zitten ook altijd mensen in het park. Dus dat zullen wel allemaal uitkeringstrekkers zijn. Nee, geen idee. Het is overdag een stuk rustiger dan 's avonds. Dus het zal wel kloppen. Laat je het daarop? Ik begrijp net van Jeroen dat Serge Pieter zijn stoomkoker heeft laten vallen. Gelukkig had hij nog een reserve, maar sterkte Jeroen vanaf deze plek. Moldavië lijkt best wel blij dat ze kandidaat lid zijn van de EU. Deze duiven ook trouwens. Ja, wat kind. Hier waren we eerder al deze week. Bij de Arc de Triomphe. Die is gebouwd na de Russische overwinning in de Russisch-Turkse oorlog. En dat was eerst eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Alleen die klok die je daar ziet, die zou in de kathedraal komen. Die klok is omgesmolten van kanonnen van de tegenstander, die ze in beslag hadden genomen. Maar die was te zwaar om in de kathedraal op te hangen. En toen hebben ze bedacht, nou, dan maken we een speciale boog om die klok in op te hangen. Kathedraal, omdat de vorige natuurlijk in de oorlog verwoest was. Maar van binnen ziet het echt prachtig uit. Fan bent van de grote neoclassicistische gebouwen. Zoals het theater. Het regeringsgebouw. Of deze rechtbank. Dan is deze Moldavische hoofdstad echt een aanrader. Omdat ik een dag langer in Moldavië blijf, heb ik ook een dagje extra in een hotel nodig. Ik dacht, ik boek een ander hotel. Een ander hotel in een ander deel van de stad. Zo ruim vind je ze in Engeland niet. Hè? Toch wel een iets ander budget dan het eerste hotel, maar goed. Dat vind ik juist ook wel weer leuk aan dit soort reisjes. Dat je verschillende plekken ziet. En toen dacht ik ga in de buurt nog even op zoek naar een authentiek lokaal restaurant. Een aantal artikelen over gelezen blijkt dus dat ik daar de eerste dag al geweest ben. Nu struin ik gewoon even af of er iets in de buurt is van het hotel. Weer live muziek. En het enige authentieke Moldavische van deze kaart is deze kipsoep. Ik heb wel honger, zeg.
dit ziet er ook prima uit. En dat is het eind van een dagje Moldavische cultuur. Klein beetje natuurlijk. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi, elke dag vers. Om 4:55. Ga ik morgen weer terug naar Nederland, als alles goed gaat. Anders wordt het een heel interessante vlog morgen.